Dit is GamersNet in 1 minuut van de week van 3 februari. En we beginnen met heet nieuws van de pers. Want zojuist is een pagina toegevoegd op IMDb van Fallout 4 Shadows of Boston. De pagina is inmiddels ook direct weer verwijderd. Ja, wat de geruchten natuurlijk alleen maar aannemelijk maken dat Fallout 4 toch echt onderweg is. Er zijn ook verkoopcijfers van GTA 5 binnengekomen, want de game is inmiddels 32,5 miljoen keer verscheept. Activision heeft deze week een strategiewijziging voor hun Call of Duty games aangekondigd. Niet lang zullen de games gemaakt worden door 2 studio's. Er is een derde studio aan toegevoegd, Sledgehammer, waardoor elke studio nu 3 jaar de tijd krijgt voor een Call of Duty game. En dat is volgens ons heel erg goed nieuws. De winnaar van de Red Dead Redemption aanzichtkaarten van vorige week is Sam1245. En vanwege het Fallout nieuws van deze week geven we deze week weg. Ja, dit enorm zeldzame maar epische Pip-Boy speltje. Tot volgende week.